Oké, we kunnen beginnen. Nou, welkom bij sessie 3 van Colleges voor Collega's. Een initiatief op verzoek van alle collega's eigenlijk, omdat we, er gaan een hoop dingen veranderen in de diensten. En voor mij bijvoorbeeld is het lastig om een CTA coronaire te beoordelen of een CT-perfusie van de hersenen. Dus ik vind het heel fijn om van Steven Roosendaal of van Niels Planken of wie dan ook te horen hoe ik dat moet doen. En zo kan ik me voorstellen dat jullie met sommige fracturen in de dienst ook een beetje zitten te stoeien. Vooral, zie ik de goede fractuur? Moet ik nou een CT maken? Ja of nee? En daar gaan we het vandaag over hebben. Dit is eigenlijk een hele normale situatie op de SRA. Je ziet een foto van de pols. Iemand heeft daar pijn. En dus we zien wel wat soort botbalkjes die onderbroken zijn. Dus er is waarschijnlijk wel een fractuur hier, een distale radiusfractuur. Wellicht loopt die ook door hier naar het radiocarpale gewricht. En is ook een fractuur van het proces tiroïdisch ulnae. Dus je bent helemaal blij. Je zegt, ik zie een comminutieve distale radiusfractuur. En vervolgens krijg je de vraag weer terug van de SR-arts. Kunnen we dan een CT ervan maken? Dan kan ik me voorstellen dat je bij jezelf denkt van, maar hoezo? Deze stand is toch helemaal goed? Hij is toch eigenlijk anatomisch? Wat moeten we daar dan op gaan zien? Tweede vraag die in je op kan komen is, het is op dit moment erg druk. Het is natuurlijk altijd in de avond dit. Dus daar heb ik nu even geen tijd voor. Het kost ook tijd voor de laboranten. Misschien zit het ook de triage van andere patiënten in de weg. Hoezo moet dat nu op dit moment? En als die CT gemaakt is, wat wil dan degene die hier iets mee gaat doen, dus een traumachirurg, wat wil die dan precies weten? Dat is voor mij als MSK-radioloog wat makkelijker in te schatten dan als je abdominaal of kinder of wat dan ook voor een radioloog bent. Dus daar gaan we allemaal aandacht aan besteden. Dat gaan we in 3 hoofdpunten verdelen. Allereerst waarom die CT eigenlijk bijna altijd een goed idee is in het geval van fracturen in de dienst. Wanneer moeten die CT dan maken? Moet dat meteen? Moet dat de volgende dag? En wat moet er dan vervolgens in het CT-verslag? We zullen zien dat een hoop fracturen of een hoop situaties die we gaan bekijken uiteindelijk leiden tot de vraag van, hoezo maken we dan niet gelijk een CT? Gewoon überhaupt als mensen binnenkomen, hoezo moet er eerst dan nog een foto worden gemaakt? Er zijn een paar goede redenen voor. Allereerst is een foto natuurlijk super laagdrempelig qua kosten, qua stralenbelasting, qua snelheid. En we zullen zien dat je eigenlijk ook een hele hoop normale foto's hebt op de SRH via de huisarts. Dus iedereen maar gelijk een CT maken, dat zou ook leiden tot heel veel normale onderzoeken. Dus de casus die we zo meteen gaan bekijken is natuurlijk al een subselectie van alle mensen die een fractuur hebben. Daarbij is een foto ook altijd een goed idee voor follow-up. Uiteindelijk wordt iemand natuurlijk behandeld, of het nou wel of niet een operatie is geweest. Dan is het fijn als je de allereerste traumafoto ook nog hebt. En dan tot slot, een beleid moet altijd werken. Dus als de CT-scan het niet meer doet, dan moet je natuurlijk nog steeds wel een beleid hebben. Natuurlijk doet de CT het hier bijna altijd. En hetzelfde kan je ook zeggen van de Bukkiekamer. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor andere centra waar de CT misschien wat minder laagdrempelig is dan hier in het AMC. Dus het meeste beleid rondom fracturen, daar zit altijd wel iets van conventioneel onderzoek bij. En dat is dus eigenlijk altijd een goed idee. Dus hou het beleid gewoon zoals het is. Begin altijd eerst met een foto. Ook al gaan we heel veel scenario's zien waar je heel laagdrempelig een CT zal moeten maken. Welke fracturen gaan we vandaag niet behandelen? Dat zijn de fracturen waar het gewoon eigenlijk meestal wel goed gaat. En dat zijn de fracturen rondom de grote gewrichten. Bekkenfracturen zien we natuurlijk vaak in de setting van een hoog energetisch trauma. Dan staat er al zo'n team om je heen dat niemand eigenlijk tussen de mazen van de wet doorslipt. Een knie, dat zijn meestal grote afwijkingen waar je toch wel op je water kan aanvoelen dat je een CT moet maken of niet. En een schouder, daar hoeven we niet zo heel vaak iets mee. Meestal gaat dit eigenlijk wel goed. Het zal dus gaan om de wat kleinere, subtielere fractuurtjes. Dus, deze 3 punten en we beginnen met waarom CT eigenlijk bijna altijd een goed idee is. Hebben we eerst dit scenario. Een duidelijke fractuur is zichtbaar en toch willen we een CT vanwege de operatieve planning. Dus we zien een sterk comminutieve distale radiusfractuur. Dus ook nog betrokkenheid van de proces tiroïdisch ulnae. Ook bij deze patiënt weer. Je ziet dat de congruentie in het drugewricht ook wat te wensen overlaat. Dan is het een goed idee om wat beter 3D in beeld te krijgen hoe deze fractuur in elkaar steekt. Dus wat is de volgende stap? Zitten. Bijna goed. We gaan eerst de pols reponeren en in gips zetten. Dat is een klein beetje een instinker, want dat is ook gewoon prettig voor patiënt. En dat geldt eigenlijk voor de meeste fracturen die heel afwijkend staan. Die moet je eerst zorgen dat die weer eigenlijk redelijk goed staan. Dan vervolgens doe je een gips en dan maak je de scan. Dan gaan we kijken.
naar het onderzoek. Dus we gaan hier vanaf Voler gaan we er doorheen. Nou, dan is het belangrijk om te weten welke gewrichtsvlakken zijn aangedaan. Hoe is de discongruentie eigenlijk in dat gewricht? Zijn er bepaalde fragmenten die helemaal los liggen van de omliggende delen? Je kan zien dat hier dit hele doorzale gedeelte ligt los van de rest van de radius. Dat is allemaal informatie die de chirurg natuurlijk graag wil weten. Zodat hij weet hoe hij zijn schroeven moet plaatsen of zijn plaat. Moet dat vanaf volair, moet dat vanaf doorzaal, vanaf radiaal? Hoeveel platen, hoeveel schroeven? Allemaal belangrijke informatie. Dus ook al heb je een heel duidelijke diagnose en weet je eigenlijk allemaal wel wat het behelst, ook op de foto, dan nog steeds heb je die CT nodig om de operateur zo goed mogelijk zijn werk te kunnen laten doen op de operatiekamer. Volgende patiënt, distale radiusfractuur. Hier lijkt het gewrichtsoppervlak duidelijk veel congruenter dan bij de vorige, maar er is wel enige inclavatie, een klein beetje doorzaalwaartse angulatie. Toch denk je van, gaat de CT me nou heel veel extra informatie geven bovenop deze foto? Nou, gaan we kijken. Waarschijnlijk zal de toegevoegde waarde ten opzichte van de vorige patiënt beperkt zijn. Maar toch is het wel fijn om te weten hoe al deze fractuurlijnen verlopen. Deze hier door de fossa lunatum van het radiocarpale gewrichtsoppervlak. En we zien hier dat de fractuurlijn hier zo doorloopt en dat dit dus eigenlijk een losliggend fragment is. Nou, ook dat is toch handig om te weten. In dit geval zal hij waarschijnlijk niet afglijden, maar dat wil je wel zeker weten op het moment dat je met de patiënt bespreekt of je hem nou conservatief of operatief gaat behandelen. Dus ook al ziet het er op de foto allemaal heel erg knip en klaar uit en goede stand en waarschijnlijk niet heel veel consequenties, dan is het wel fijn om dat zeker te weten, want je moet eigenlijk op moment 1 een goede beslissing samen met de chirurg kunnen maken. Nou, ook hier is het heel duidelijk dat er wat mis is bij deze patiënt. Die heeft pijn aan de enkel, aan een hoog energetisch trauma. Allemaal fracturen. Ook hiervan is het een goed idee om CT te maken. Dus wat gaat nu de eerste stap zijn? Ook hier gaan we eerst de enkel reponeren. Kunnen we inmiddels een stuk beter. Het is echt goed gereponeerd trouwens voor de ellende wat het net was. We zouden deze enkelfractuur kunnen indelen volgens de Lauke-Hansen-classificatie. Alleen het was dusdanig geluxeerd en zo dat je ook kan afvragen of daar nog heel veel toegevoegde waarde bij zit. Want het is overduidelijk een hele instabiele situatie. Wat gaat de CT ons hier dan vertellen? Nou, gaan we weer kijken. Dus ik heb hier weer de transversale series links en dan coronaal en sagittaal aan de rechterkant. Nou, allereerst wil de chirurg graag weten hoe de fibula staat, hoe je die ten opzichte van elkaar weer terug moet plaatsen. Moet ik daar nog een plaat en een schroef tegenaan zetten? Er zitten allemaal fragmenten hier aan de anterieure zijde. De chirurg moet natuurlijk weten, zijn die groot genoeg om ze überhaupt weer vast te kunnen zetten aan de rest van de tibia? Of moet ik sommige van die fragmenten, zoals deze hier, die allemaal in de gewrichtspleet zitten, gewoon verwijderen? Je kan ook voorstellen, stel je maar, zet het allemaal goed tegen elkaar aan en het hele gewricht zit vol met kleine fragmentjes. Dan heb je nog steeds je werk niet goed gedaan, want die patiënt gaat dan natuurlijk artrose krijgen op langere termijn. Ook de fractuurlijn door de mediale malleolus wil je natuurlijk eigenlijk in alle richtingen zien. Hoe groot is de gap, hoe groot is de step-off? Dan heb je ook nog soms bijvangst, namelijk wat andere kleine fracturen hier, zoals bij het traject van de ATFL. En hier nog wat meer naar distaal. Ook hier langs de talus, ook dat zal de aanhechting van de ATFL zijn. Dus dat is meer bijvangst, dat je gewoon wat beter geïnformeerd bent, niet alleen over de fractuur die je gaat opereren, maar dat je ook wat beter tegen de patiënt kan vertellen hoe ga je nou op termijn, hoe gaat het revalidatieproces eruit zien. Nou, dan hebben we nog een andere type fractuur waar het ook weer heel duidelijk is welk bot er gebroken is. En ook heel duidelijk is dat het best een ernstige situatie is. Dit is een patiënt met een sterk cognitieve calcaneusfractuur. Maar het is op deze foto's echt heel moeilijk om te zeggen hoe al deze fragmenten nou zich ten opzichte van elkaar verhouden. Dus ook hiervoor heb je voor een operatieve planning is het een goed idee om een CT te maken. En dan kan ik me voorstellen als je deze fracturen niet zo vaak ziet dat het best overwhelming kan zijn. CT's van een kapotte calcaneus, want heel vaak is dat de brokken bende wat het hier is. En daar hebben we afgelopen vrijdag van Tom Doorschot een heel mooi overzicht over gehad. Daar kan je je oneindig bijna in verdiepen, ook in die klassificatie. Dat is best lastig, maar waar het om gaat is dat de chirurg wel weet van zijn er bepaalde fragmenten die ik weer moet oprichten. Hoe kan ik dit zo makkelijk mogelijk anatomisch krijgen? En ook hiervoor geldt weer, moet ik de plaat via mediaal of via lateraal plaatsen? Wat is de beste benaderingswijze? Welke gewrichten zijn nog congruent of niet. Allemaal zaken die te maken hebben met de peroperatieve planning. Dus dat is een hele goede reden eigenlijk om een CT te maken van alle fracturen die we net hebben gezien. Dus het verloop van de fractuurlijnen, positie van de fragmenten, is iets wat we op de foto soms al best goed kunnen zien. Maar
Nou, wat zeker beter kan met de CT, en heel vaak zijn er onderzoeken bij waar je echt de mist in gaat. Dus maak gewoon eigenlijk altijd die CT. En daarbij kijkt de chirurg dan nog op die CT, want die kan dan bepalen wat voor materiaal die wil gebruiken en hoe die de fractuur gaat benaderen. Je kan je ook afvragen, stel nou dat jij die fractuur zou moeten opereren, zou je dan graag zelf de CT willen maken of niet? En als je die vraag zelf zo zou beantwoorden, kijk, ik kan het niet maken, maar als iemand tegen me zou zeggen, je moet het nu maken, dan zou ik eigenlijk ook wel graag een CT willen. Nou, als je die vraag zo beantwoordt, dan vind ik het eigenlijk altijd wel een goede indicatie om een CT te maken. Dus voor distale radiusfractuur maken we bijna altijd eigenlijk wel een CT tegenwoordig. Ook al zie je niet duidelijk een fractuurlijn richting het gewricht verlopen, die zit er bijna altijd wel. Enkelfracturen voor de planning altijd handig. Calcaniusfracturen eigenlijk altijd een CT. Dan zijn er nog andere fracturen die wat subtieler zichtbaar zijn. Maar die eigenlijk het topje van de ijsberg laten zien. Dus dat zijn subtiele fracturen aan de ene kant, die heel groot letsel aan de andere kant in zich herbergen. Het gaat in dit geval om dit fractuurtje hier. Processus coronoideus is gebroken. We zien ook een duidelijk anterieur en posterieur afstaand vetpad. En dit kleine processus coronoideus fractuurtje, nou, ten eerste lijkt het heel mooi op een ijsberg. Dus daarom leent hij zich ook zo goed voor deze subcategorie. Maar dat is vaak een indirect teken dat er heel veel aan de hand is in de elleboog. Over het algemeen. Er zijn geïsoleerde processen coronoideus fracturen, maar vaak is het onderdeel van een groter letsel. En weet iemand bij welk letsel dat het geval is? Anterieur-luxatie. Een elleboogluxatie, yes. Dus een processus coronoideus fractuur zien we vaak bij een elleboogluxatie. En een elleboogluxatie verloopt eigenlijk bijna altijd weer op dezelfde manier, namelijk op deze wijze. Dit is eigenlijk de standaard elleboogluxatie. En dan is het altijd belangrijk om te kijken naar welke richting is dit nou geluxeerd. En dan hebben we als regel natuurlijk dat je de distale structuren ten opzichte van de proximale structuren moet beschrijven. Dus dit is een elleboogluxatie naar posterolateraal. De radius ligt aan de laterale zijde, dus de onderarm is naar posterieur en naar lateraal gedisloceerd. En dat is eigenlijk in 95% van alle elleboogluxaties het geval. Dat is dus fijn, want dan verloopt het standaard stappenplan van een elleboogluxatie ook bijna altijd volgens dezelfde manier. En als dat een keer niet het geval is, zie je het vanzelf al, want dan ziet de elleboog er meestal veel afwijkender uit. En die processus coronoideus is daar een onderdeel van. Dit is namelijk het stappenplan van een posterolaterale elleboogluxatie. Dus deze patiënt die landt eigenlijk met een uitgestrekte arm, van hoogte valt hij op de pols. En blijkbaar gaat die krachten niet op de pols, laat hij zijn krachten los, maar verloopt ietsje meer naar proximaal richting het elleboogsgewricht. Aan de laterale zijde is de elleboog wat zwakker dan mediaal, dus de radius wordt er langzaam eigenlijk vanuit gevloept. Dus je kan een radiusfractuur krijgen en het bandapparaat aan de laterale zijde gaat kapot. Vervolgens nog een stapje verder, de kracht gaat gewoon door, dus processus coronoideus wordt er eigenlijk door de humerus vanaf geslagen. Trochlea duwt die processus coronoideus er vanaf en als het dan nog verder luxeert, dan krijg je aan de mediale zijde dat er van alles kapot gaat. En als dat het geval is, dan is alles kapot en dan kan de hele onderarm naar posterolateraal luxeren. Dit hoef je niet per se allemaal te onthouden als je geen MSK-radioloog bent. Als MSK-radioloog kan ik het zeker aanbevelen om dat wel te onthouden. Maar als dat niet het geval is, onthoud dan gewoon dat processus coronoideus, als ik dat gewoon als topje van de ijsberg hanteer, dan ga ik er gewoon bij al die fracturen vanuit, deze patiënt heeft waarschijnlijk een elleboogluxatie gehad. En dan is het misschien een goed idee om een CT te maken, om dan alle daarmee geassocieerde fracturen op te sporen. Je kan het ook gebruiken om soms bepaalde elleboogsfoto's wat beter te begrijpen. We zien hier een elleboogsfoto, nou, ook weer afstaande anterieure en posterieure vetpad. We zien hier een fractuur door de radiushals, maar er zit hier nog een fragment en hier ook nog een fragment. Nou, dit fragmentje hier, dat is processus coronoideus. Die is gebroken. Zou het dan een elleboogluxatie kunnen zijn? En kunnen we daarmee bijvoorbeeld ook die radiusfractuur verklaren? Ja, dat kan dus heel goed, want aan het stappenplan van daarnet hebben we gezien dat wat mogelijk is, is dat de radius dus ook kapot gaat in stap 1, dat je daarna je processus coronoideus fractuur krijgt en dat daarna de elleboog luxeert. Die is dan weer teruggeplaatst op de plek waar het gebeurd is en daarna wordt dan de foto gemaakt. Dus ja, als je dat stappenplan kent, is dit wat beter te verklaren. Maar je kan er ook gewoon van uitgaan, ik zie processus coronoideus fractuur, of ik begrijp het gewoon überhaupt niet, ik zie allemaal fracturen overal.
misschien is een CT wel een goed idee. Gaan we daar naar kijken. En wat je dan op de CT eigenlijk alleen maar hoeft te doen is dat stappenplan af te lopen en op alle risicoplekken te kijken of je een fractuur ziet. Nou, processus coronoideus fractuur die we hier zien, dat wisten we al op basis van de foto. Je ziet dat die wat sterker comminutief is dan we wellicht hadden gedacht. Daar zit radius halsfractuur. Nou, dan kan je dus vervolgens langs het laterale bandapparaat kijken. En dan zien we dus dat er hier nog een kleine associatie van een avulsiefractuur zit. Of een chipfractuur, dat weet ik nu eventjes niet zo goed, aan de laterale zijde van het olekanon. En tot slot ga je dan nog naar mediaal om te kijken of je daar nog fracturen ziet. In dit geval zien we dat niet, dus dat zal een zuiver bandletsel zijn aan de mediale zijde. Wat je hier trouwens ook wel mooi ziet, is de afstaande vetpads en hoe dat zich verhoudt. Dat komt eigenlijk door het vocht / de hemarctros die we hier in het gewricht zien. En hoe die dus de vetvlakjes hier eigenlijk omhoog duwen. Dat is de reden waarom die anteriore en posteriore vetpad zo mooi ziet op een foto. Dus een processus coronoideus fractuur. Dat is echt een typische tip of die iceberg fractuur. En dan is het, als je gewoon een aantal van die fracturen onthoudt en dan gewoon bedenkt, dan is een CT eigenlijk altijd een goed idee. En dan zit je wat mij betreft al goed. Hier zien we een andere tip of die iceberg fractuur. Ze zoeken een klein fractuurtje. Daar zit hij. Fractuur van de malleolus tertius. Dat is ook een typisch letsel waarbij de kans heel groot is dat er veel meer aan de hand is dan je misschien op het eerste oog zou denken. Je hebt wel geïsoleerde malleolus tertius fracturen, maar dat is vrij zeldzaam. Vaak is het onderdeel van een uitgebreider letsel. Namelijk van een enkelfractuur. Enkelfracturen die verslaan de meeste mensen, of in ieder geval de Weber-classificatie kent iedereen. Dus het is handig om die er even bij te pakken. En dan aan de hand van de Weber-classificatie de Lauge-Hansen-classificatie te begrijpen. De Weber-classificatie beschrijft een fractuur door de fibula. Een A is onder de syndesmose, B ter hoogte van de syndesmose en C erboven. Nou, we zien geen fractuur, dus dan zou het een C kunnen zijn. En een Weber-C-fractuur is equivalent aan een Lauge-Hansen pronatie-exorotatie-letsel. Ja, dan is de vraag, past die malleolus tertius fractuur in een pronatie-exorotatie-letsel? En ja, dat doet hij. Dat is gelijk namelijk stadium 4. Dus er is veel meer stuk, weten we al, op basis van alleen deze foto's. Dus dan ga je vervolgens stap 1, 2 en 3 aflopen. Nou, eens even kijken. Dit is stap 1, mediale malleolus. Ik weet niet of iemand het fragmentje al had gezien. Ja, ik zie heel veel mensen ja klinken. Heel goed, de Lauge Hansen zit er goed in. Maar ook al had je het niet gezien, dan had je dus nog wel kunnen deduceren of gewoon ervan uitgaan dat het daar kapot is. Of je het fragmentje nou ziet of niet. Je kan dus ook een CT maken als je het gewoon niet begrijpt. Als je denkt, ik zie een malleolus tertius fractuur, er is waarschijnlijk van alles kapot. Ook al zie ik het fragmentje niet, wellicht kan ik een CT maken. Want is het fragmentje zo klein dat je het alleen op een CT gaat zien. Wat is stap 2? Dat is de syndesmose. En stap 3? Dat is de fibula. Dus we hebben dan gelijk een goede advies aan de klinicus. Namelijk, we moeten een fibula foto maken. En dan zien we dat daar ook nog een proximale fibula fractuur, een Maisonneuve fractuur, aanwezig is. Op zich kan je er dus, als je de Lauge-Hansen-classificatie goed hanteert en hem goed begrijpt, kan je er dus helemaal uitkomen op basis van conventioneel onderzoek. Maar je kan dus altijd de CT gebruiken als problem solver, omdat sommige fractuurtjes rond malleolus tertius en mediale malleus zo subtiel zijn, maar dat je ze wel op de CT ziet. Dus de CT is best een handig tool. Daarbij wil de operateur toch vaak een CT op termijn, omdat hij graag wil weten hoe groot is dit fragment precies en ga ik dit fragment van anterieur of posterieur benaderen. En hoe groot is eigenlijk de discongruentie hier posterieur in het bovenste spronggewricht. Volgende patiënt. Pijn iets lager in de voet. Hier zit hij. Een heel klein fractuurtje. En een Chopard fractuurtje is ook weer een typische tip of the iceberg fractuur. Het Chopard gewricht, dat is eigenlijk dit gewricht wat we hier zien. Tussen talus en coccaneus enerzijds en de naviculare en cuboïd anderzijds. En daar zit eigenlijk ook een hele hoop ligamenten. En die met z'n allen fungeren eigenlijk net als de ring van het bovenste spronggewricht. Dus ook daar kan je in potentie een ring hebben die kapot is en uiteindelijk instabiel. Dit is het talonaviculaire ligament, het bifurcate ligament tussen calcanis en naviculare en cuboïd aan de andere kant. Het calcaniocuboïdale ligament en dan nog een plantair ligament. En dan hebben we ook nog aan de mediale zijde het springligament. Die hoef je niet te onthouden, maar dit zijn wel een beetje de plekken waar je dan kan gaan zoeken naar avulsiefracturen. En met name op de laterale opname is dat talonaviculaire regio, die vind je eigenlijk in retrospect vinden we die heel vaak terug in het geval van een ander Chopard letsel. Je kan ook denken,
die fracturen die zijn zo subtiel en er is zoveel overprojectie vaak op die drie kwart. Misschien moet ik gewoon bij elk Chopard-fractuurtje een CT maken. Misschien is dat wel een goed idee. Dan zit je sowieso goed. Gaan we eens even kijken bij deze patiënt. Scrollen we er dus doorheen. Gaan we even naar de laterale zijde. Daar zit het calcaneo-cuboidale kleine fractuurtje. Die zien we dus hier sagitaal. En dan vanaf daar kan je dus teruglopen in de regio van het bifurcate ligament. Daar zien we geen fractuurtjes. En hier het talonavculaire ligament zien we ook geen fracturen, maar dit bandje is wel een beetje te dik. Maar ik denk dat het best lastig is als je niet zo vaak naar CT's van de enkel kijkt om te zeggen van is dit nou een getraumatiseerd bandje of niet. Dan gaat het ook eigenlijk niet zo echt om. Het gaat er meer om dat die regio, als je die gewoon onthoudt, dat die mogelijk kapot zou zijn. Zoek daar naar fracturen. En als het wat meer subtiele ligamentair letsel is, daar komen we in een later stadium met de chirurg nog wel achter. Dat is niet per se iets wat echt keihard in de dienst gekoopt moet worden. Oké, dan hebben we deze categorie gehad, dus de tip of the iceberg fracturen. We zien een klein fractuurtje, maar stiekem is er van alles aan de hand. Is er groot letsel. En eigenlijk is het dan al een goede om bij jezelf te overwegen van, nou, wil ik hier niet eigenlijk gewoon graag een CT mee maken? Als ik een processus coronoideus fractuur zie, nou, misschien is het wel handig om een CT te maken om zeker te weten dat ik niet dingen onderschat. En hetzelfde geldt voor een malleolus tertius fractuur of een mediale malleolus fractuur of een Chopard letsel. En voor Lisfranc geldt eigenlijk hetzelfde, maar daar gaan we het nu over. Nou, dan komen we nu bij de Lisfranc regio aan. Dat zijn dus patiënten waarbij we eigenlijk op de foto niet zoveel zien. Terwijl die patiënten wellicht wel klinisch verdacht zijn. Dus we zien geen fractuur. Maar de klinicus weet ons te vermelden dat er wel een hematoom zit op de voetzool. En dat de pijnregio eigenlijk in de Lisfranc regio zit. Dat vind ik eigenlijk al een goede reden om een CT te maken. Ook al zie je niks op de foto. Maar waarom is die regio nou zo van belang? Dat is omdat die tarsometatarsale gewrichten, dus de Lisfranc gewrichten, die vormen samen een soort Romaanse boog. En als daar iets aan kapot is, dan is de kans vrij groot dat die Romaanse boog instort. En Romaanse bogen die storten bijna nooit in. Dus ik heb het gisteren gegoogeld. En of je krijgt een intacte Romaanse boog of er is gewoon niks te zien. Dus dat geeft ook een beetje aan dat als jij je eigen Romaanse boog kapot is, dan hou je op een gegeven moment niks meer over of zoiets. Of het stort gewoon in. In ieder geval dat het een heel erg instabiele situatie is. Dus de congruentie van die Romaanse boog die is heel erg belangrijk. En dat is waarom we zoveel slakken zout leggen in het geval van een Lisfranc letsel. Het is heel slecht zichtbaar. Het geneest heel slecht en mensen krijgen een ingestorte voet en heel veel artrose op lange termijn. Dan zijn hier een paar handige tips om toch een Lisfranc letsel te kunnen herkennen. Dit zijn alle vier patiënten met een verdenking op een Lisfranc fractuur. Dan moeten we goed kijken naar de afstand tussen de basis metatarsale 1 en 2. Dus bij die eerste patiënt is dat te wijd. Hoeveel het exact mag zijn, moet ik altijd eventjes opzoeken, maar dat is 2 of 3 mm. Maar goed, je kan ook kijken van, vind ik het gewoon wijder dan bijvoorbeeld een andere foto die ik die dag heb gezien, of dan de andere voet, dat kan soms helpen. Bij deze patiënt is hij ook te wijd. Bij de derde patiënt lijkt het ook wat wijd, maar zien we nog een ander sign, namelijk het flex sign. Dit is zo'n beetje een van de weinige avulsiefracturen die een soort eigen naampje heeft gekregen, maar het is eigenlijk gewoon een soort avulsiefractuurtje. En tot slot dan de patiënt die we net hebben gezien. En dan blijkt dat deze rare configuratie hier, dat ook een soort avulsiefractuur is. Dus het is ook het flex sign. Ik kan me voorstellen dat als je deze nu allemaal ziet, dat je denkt, blijf het toch wel heel lastig vinden. Nou, dan zou ik zeggen, ja, als het klinisch verdacht is, je kan jezelf ook makkelijk maken. Maak gewoon een CT van die regio. Als het klinisch verdacht is. En dat geldt dus zowel voor als het te wijd is of als je een potentieel flex sign ziet. Ga dus niet bij patiënten met een fractuur van de kleine teen ineens daar van alles suggereren in de Lisfranc regio. Dit moet echt passen bij de kliniek. Iemand heeft daar pijn, dan gaan we over deze wijdte heel erg moeilijk doen. En bij een andere patiënt gaan we dat niet doen. Volgende patiënt ook weer pijn in de Lisfranc regio. Deze was van vandaag trouwens. Is het hier nou te wijd of niet? Het ziet er ook een beetje rommelig uit. Nou, het is klinisch verdacht. Dus we kunnen het onszelf ook makkelijk maken. We gaan gewoon een CT maken. Oh, we kunnen ook nog naar de laterale foto kijken. Dan is het toch wel een beetje gezwollen daar. Nou, dat geeft alleen maar een extra ondersteuning dat het klinisch verdacht is. Gaan we op de CT kijken. Komen we hier in de Lisfranc regio. Zien we hier al een avulsiefractuurtje aan de mediale zijde van het cuneiforme mediale. Er zitten allemaal fractuurtjes hier in de ruimte tussen basis metatarsale 1 en 2.
Hier is zelfs nog een verhaakte of een impressiefractuur van het cuneiforme mediale. Ook hier, nou, klopt dus wat we net op die foto hebben gezien. Al die kleine rommeligheden waren dus kleine flex signs. Maar op de CT is het vele malen beter zichtbaar. Een andere die in dezelfde categorie valt zijn de scaphoïdfracturen. Als iemand klinisch verdacht is voor een scaphoïdfractuur, dan heeft hij heel duidelijk drukpijn in zijn anatomische snuifdoos. Dat zit hier tussen twee pezen richting de grote duim. De duim. Als je daar drukpijn hebt, dan druk je namelijk op het scaphoïd. En als dit gewoon een polsfoto is, dan gaan we denk ik niet zo moeilijk doen over het scaphoïd. Maar als we denken aan een scaphoïdfractuur, dan valt misschien deze lucentie wel op. Het is niet echt zo van een typische fractuur met een cortexonderbreking, maar dit is wel wat de fractuur is. Uiteindelijk is daar een CT van gemaakt. Je ziet, dit is een foto een week later, want inmiddels is er wat resorptie van de fractuurlijn opgetreden. Hier is de fractuur en dit is een andere patiënt die laat zien wat de gevolgen zijn van een gemiste scaphoïdfractuur. En bij scaphoïdfracturen geldt hetzelfde als Lisfranc-fracturen. Ze zijn soms heel moeilijk zichtbaar, dus er is een grote kans dat je ze niet ziet op de foto. En ze genezen heel slecht vanwege de vascularisatie en hebben dus een hele hoge tendens voor artrose op lange termijn. Dus voor zowel een Lisfranc als een scaphoïd, die dus leiden tot een ingestorte voorvoet, dan een ingestorte pols op lange termijn, geldt, die wil je niet missen. Ga af op de kliniek, anders krijg je claims aan je broek en is het einde van je carrière. Nou, dat is misschien een beetje gechargeerd, maar dat is wel waarom de MSK-radiologie, dit is de hoofdmoot van de claims die wij aan onze broek krijgen. Oké, dus waarom is de CT een goed idee? Wanneer is dat? Als we dus een duidelijke fractuur zien, maar je zou het zelf willen opereren, je wilt wat beter 3D in elkaar weten hoe het in elkaar steekt, dan moet je een CT maken en dat wil de operateur dus ook. En dat geldt dus vaak voor radius, enkelfracturen en calcaneusfracturen. Je kan een CT maken als problem solver als je een heel klein fractuurtje ziet waarvan het handig is om deze drie in ieder geval te onthouden. Als je daar fractuurtjes ziet, maak dan gewoon een CT. En tot slot zijn deze klinische settings wel handig om te onthouden. Lisfranc, dan wel scaphoïd, letsel, maak dan ook gewoon laagdrempelig, nou, of extra foto's of een CT. Nou, dit was het hoofdmoot van het praatje, waarom de CT dus een goed idee is. En deze punten hebben we net gehad. We kunnen nu nog 5 minuten discussiëren over de volgende 2 punten. Wanneer moeten we dan die CT maken? Nou, 1 is heel simpel en is best een open deur. Als je gewoon nog niet klaar bent met je hele diagnostische proces. Dus stel je ziet die tip of the iceberg en je weet eigenlijk gewoon nog niet zo goed wat er aan de hand is. Je overziet nog niet het hele letsel. Dan is een CT een goed idee. Als je er bijvoorbeeld met de foto niet helemaal uitkomt. Dus je wilt weten welk stadium van een Chopard-fractuur of welk stadium van een Lauwe-Hansen-fractuur het betreft. Aan de andere kant is het natuurlijk ook best wel patiëntvriendelijk. Ik bedoel, die heeft net iets gebroken. We hebben net een gedisloceerde en geluxeerde enkelfractuur gezien. Ja, dan is het een beetje flauw, denk ik, om over de telefoon te zeggen van, moet dat nu? Kan die niet later terugkomen? Dan moet de patiënt dus in een rolstoel naar huis en daarna weer in een rolstoel weer naar het ziekenhuis om een CT te maken. Ik zou zeggen, als mijn enkel gebroken is, ik wil eigenlijk wel gelijk die CT. Maar ik denk dat we in de praktijk het daar wel over eens kunnen zijn. Maar eigenlijk zou je dat voor alle fracturen, denk ik, wel kunnen verkopen. Als je dan denkt van, ik heb het als radioloog gewoon veel te druk, want er zijn op dat moment 3 andere trauma's en nog 10 buikscans en er is nog een IC-patiënt die er zo meteen aankomt, dan kan je ook zeggen, misschien kunnen we die CT in ieder geval faciliteren en dat het verslag dan later komt. Want al deze fracturen die we tot nu toe hebben gezien, worden niet diezelfde avond of nacht nog geopereerd. Het scannen van die fracturen is echt zo gepiept. Oké, dus als het diagnostisch proces nog bezig is, dan is een CT eigenlijk altijd wel een goed idee als je er niet uitkomt op basis van de foto's. En ik zou zeggen, als je kijkt naar patiëntvriendelijkheid en de tijd die het je kost als radioloog dan wel laborant, meestal is de balans dan dat we het gewoon moeten doen. Ik zou dat wel adviseren. Wat moet er dan in het CT-verslag? Nou, we hebben net al een paar scans gezien. Dat is best moeilijk, denk ik, als je geen MSK-radioloog bent. Maar je kan het jezelf makkelijk maken. Kijk gewoon welke gewrichten er betrokken zijn. En ga gewoon voor elk gewrichtsoppervlak kijken of je een gap, dat betekent diastase tussen 2 fractuurdelen, kan zien. En een step-off, als er een groot trapje is in de fractuur. Dus in dit geval zitten we centraal in de fractuur. En dan kan je bijvoorbeeld dit opmeten. Dus dan zeg je, in het radiocarpale gewrichtsoppervlak zit een gap van zus en zo. En dan kijk je vervolgens nog of er een bepaalde step-off is. Dat zou je dan hier eventueel kunnen meten, ook al staan ze hier wel in dezelfde hoogte.
En hetzelfde doe je dan vervolgens voor het radio of het distale radionaire gewricht, want daar is de fractuur ook, loopt die door. Dus dan kan je hier een gap meten. En ook daar zou je in potentie een step-off kunnen meten. Ga gewoon alle gewrichten af die met de fractuur te maken hebben en kijk voor elk gewricht wat de gap of de step-off is. Dan zit je eigenlijk bijna bij elke fractuur, zit je wel goed. Gaan we naar die hele ingewikkelde calcaneus fractuur. Ja, dan kunnen we natuurlijk daar een zo ongeveer oneindig verslag over maken. Maar ja, het makkelijkste is gewoon denk ik om alle gewrichtsvakken af te lopen. Die heeft Tom ook wel benadrukt. Dus we gaan in dit geval naar het onderste spronggewicht kijken. Dus tussen talus en calcaneus. Daarvan moeten we dan wel weten dat er verschillende facetten zijn. Dus we gaan kijken wat de gap of de step-off is in het posteriore facet. Dan scrollen we nog wat verder. Oeps, andere kant op. Hier naar het mediale facet. En er is ook nog een anterieur facet. En de fractuur loopt ook meestal door in het calcaneocuboidale gewricht. Dus ook daar gaan we dan kijken of we een gap of step-off kunnen meten. En zoals gezegd, dit kan je eigenlijk voor alle fracturen. Als je dit in ieder geval maar in je verslag zet, dan heb je eigenlijk voor een groot deel al alle informatie opgeschreven die de klinicus wil weten. Ja, een stapje verder is natuurlijk dan de kennis van, oké, wanneer is een gewricht nou stabiel of instabiel? Wanneer moet ik een bepaald fragment nou wel of niet noemen? Hoe is de genezingstendens van die fractuur? Is er sprake van avasculaire necrose, een risico? Dat hoef je denk ik als niet-MSK-radioloog ook niet te weten. Ik bedoel, het is ook goed om te weten dat zo'n beetje elk gewricht zijn eigen trauma- of ortho-specialist heeft. Dus een ortho of een orthopeed die gewoon alleen maar ellebogen doet. En dus helemaal geen enkel gewrichten. Waarom zouden we dan als radioloog wel alle gewrichten uit ons hoofd moeten weten? Dus je hoeft echt niet alle gewrichten uit je hoofd te kennen en te weten al deze informatie. Dat is natuurlijk mooi meegenomen, maar dat hoeft niet per se. Dus zou je ook kunnen zeggen, nou die hoofdpunten die we net al in het verslag langs hebben laten komen, schrijf die in ieder geval op en stuur het bijvoorbeeld daarna als voorlopig door naar een van de MSK-radiologen. Want voor ons is het niet alleen makkelijker te overzien, maar we verslaan het ook nog eens veel sneller, omdat het voor ons gewoon lopende bandwerk is. Dus dat zou een goede werkafspraak kunnen zijn. Dan zijn we daarmee aan het einde gekomen. Dus waarom is een CT nou een goed idee? Nou, daarvoor hebben we verschillende scenario's afgelopen. Operatieve planning altijd goed. Tip of the iceberg als problem solver. En als gewoon de klinische situatie zo is zoals die hier staat. Wanneer moeten we een CT maken? Ik zou zeggen gewoon op het moment dat de patiënt op de eerste hulp is. En als het te druk is, in ieder geval qua verslaglegging, zorg gewoon dat die CT gemaakt wordt. En als je dan ook nog eens tijd ziet om het CT-verslag te maken, maar je weet niet precies waar je mee bezig bent, beschrijf dan in ieder geval de articulaire congruentie, dan zit je bijna altijd goed. En dan kan je hem daarna altijd nog doorsturen naar de MSK-radioloog die nog de puntjes op de i zet. Dat was het. Zijn er nog vragen?